Fijn dat u mee wil doen aan deze workout voor blinden en slechtzienden via dit kanaal Fonsies Fitness Fun. Ik hoop dat jullie veel plezier aan deze workout zullen beleven en dat jullie nog vaak terugkomen voor nog meer workouts of andere oefeningen. Welkom bij deze tweede workout speciaal voor blinden en slechtzienden. Bij deze workout probeer ik alles zo goed mogelijk mondeling toe te lichten, zodat jullie deze gewoon mee kunnen doen, alle oefeningen. Voor mensen die wel kunnen zien, kunnen mij zien en kunnen de oefeningen ook meedoen. Accepteer alleen dat dus wat meer uitleg tussen de oefeningen zal plaatsvinden. We beginnen met een warming-up run van ongeveer een halve minuut. Ik zet de timer aan en dan beginnen we gewoon een halve minuut een klein drafje op de plaats. En de tijd start nu. Dus we gaan nu een klein stukje lopen. Gewoon drafjes, een drafje op de plaats. Gewoon even dat we een klein beetje warm worden. Nog 10 seconden. Lopen nog even door. Drie, twee, één. En dat was onze warming-up run. De volgende warming-up die we verder gaan doen is draaien met de armen. Dat doen we met cirkels. Van achteren naar voren draaien we dan. En dat doen we 15 keer van achteren naar voren. En 15 keer van voren naar achteren. We beginnen dat we draaien van achteren naar voren. En we beginnen nu dan. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En nu de andere kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En 15. De volgende oefening die we gaan doen, dat is de squat. Veel van jullie kennen hem misschien, maar de squat, dan ga je door de knieën. Eigenlijk ga je dan op je hurken, door de knieën. En je gaat je gewicht op de hakken zetten, zodat de hakken op de grond blijven. Dus op het moment dus dat je naar beneden gaat, door de knieën zakken, zo diep mogelijk. En de hakken blijven op de grond. Daarna kom je weer naar boven toe. Dat doen we ook 15 keer. We beginnen met de eerste squat en beginnen we nu dus. 1 en terug. 2 naar beneden en naar boven. 3, 4 en naar boven. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 en 15. En de volgende oefening noem ik de regenboog. Omdat we met onze handen de vorm van een regenboog gaan doen. En dat is een halve cirkel. We zakken door de knieën en komen met de handen aan de voeten. Dus op het moment dat je naar beneden gaat, kom je met je handen aan de voeten. Dan maak je twee grote zijwaartse cirkels naar buiten toe. En breng je armen en handen naar boven, tot boven je hoofd en strek ze naar boven uit. Dat is één beweging. En dan kom je weer in diezelfde zijwaartse cirkels terug naar je voeten toe. En dat is één keer. Dus dat doen we ook 15 keer. We beginnen met het zakken naar de voeten. En dat is, we gaan nu naar de voeten en komen omhoog, terug omhoog. Met een cirkel weer naar beneden en een cirkel weer naar boven. Dat is 2. En 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 9 10 11 12 13 14 en 15. De volgende doen we voor de lichaam. We draaien dan met het lichaam. We zetten de handen
achter ons hoofd. De ellebogen duw je een klein beetje naar achteren. En dan draaien we met ons hele lichaam, terwijl we de handen achter het hoofd houden, naar links. Zover als het prettig aanvoelt. Je voelt een klein beetje rek. En als je naar rechts draait dan weer, dan voel je de rek aan de andere kant. En dat doen we ook 15 keer. En we beginnen met naar links draaien en dan naar rechts. Links, rechts is 1 keer. En start. Links, rechts is 1. En 2. En 3. En 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14 en de laatste 15. Heel goed. En dan gaan we nog één doen voor de armen. We strekken de armen zo naar de zijkant uit. Dus naar de zijkant van het lichaam zo ver mogelijk naar buiten uitstrekken. En dan gaan we pulsen, heet dat. Dan gaan we met de handen een klein beetje op en neer. Dus dan gaan we een klein beetje naar beneden en weer terug. Beneden en terug. Dat doen we vrij snel en doen we ook 15 keer. En dat is met beide handen tegelijkertijd. Die zijn uitgestrekt en dan gaan we pulsen. Het begint nu, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dat is vrij kort. Doen we nog een keer 15 keer. Dus we strekken de handen nog een keer uit. En beginnen we weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Heel goed. De volgende heet de back extension in het Engels. Maar dan doen we onze handen, die gaan de lucht in, zo hoog mogelijk. En als je de handen boven je hebt, dan trekken we de ellebogen omlaag. En een klein beetje duw je die ook naar achteren. En dan trek je ze omlaag dat je ongeveer de bovenarm horizontaal hebt. Dan ga je weer naar boven toe. Dus je trekt eigenlijk je ellebogen omlaag en je voelt dat in je borst ook omdat je je ellebogen wat naar achteren trekt. Je mag ook iets verder door dan horizontaal nog. Dus dan beginnen we weer, hè, weer 15 keer. We hebben de armen gestrekt boven ons en trekken de ellebogen omlaag. En we beginnen nu. 1. En 2 en naar boven, 3 en naar boven, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. En nu komt een speciale squat. Dat is iets moeilijker dan de gewone squat. We leggen de handen weer achter ons hoofd, zoals we dat een keer eerder gedaan hebben. De ellebogen een klein beetje naar achteren gedrukt. En dan gaan we weer die squat doen, waarbij je je lichaamsgewicht dus op de hakken zet. Je gaat door de knieën, op je hurken zo gezegd, en dan kom je weer omhoog. Maar de handen blijven achter je hoofd daarbij. Lichaam gaat dus omlaag, lichaamsgewicht zit op de hakken blijven op de grond. En je gaat door de knie en komt weer terug. Daarbij zijn de knieën gaan een klein beetje naar buiten toe daarbij. Ja? 1 omlaag en terug. 2, terug. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. De volgende oefening is een spreidstand. We gaan zover als je zelf wil een spreidstand. Vervolgens gaan we dan met de handen de voeten aantikken. Je gaat met de rechterhand de linkervoet aantikken en met de linkerhand de rechtervoet. Daarbij draait je lichaam dus van links naar rechts en tik je zo je voeten aan. Dat doen we ook weer 15 keer. Dus één keer doe ik het nu langzaam. De rechterhand. Je buigt daarbij door, de benen blijven gestrekt. Je gaat naar je linkerteen en komt terug. En dan ga je weer, buig je weer. De benen blijven nog steeds gestrekt en dan ga je met je linkerhand naar je rechterteen.
Dat is 1. En dat doen we 15 keer zo. Ja? En de spreidstand kun je zelf kiezen zover als je zelf wil. Als je zegt, ik wil mezelf een beetje meer uitdagen, doe je een grotere spreidstand. Wil je dat niet, doe je een kleinere spreidstand. En we beginnen nu. Links, rechts. 1, 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 9 en 10, 11, 12, 13, 14. 15. Ik had daar wat bij vergeten te vertellen. En dat doen we dan nog een keer, hè, want dit is toch wel een lekkere oefening. Wat we nu doen, en daarbij draait het lichaam wat meer. Dus op het moment dus dat je met je rechterhand naar je linkervoet gaat, breng je je linkerhand naar boven toe. Dus dan draait het lichaam echt helemaal. Dus ik sta nu met mijn rechterhand aan mijn linkervoet en mijn linkerhand die wijst naar de lucht toe. Als ik dan weer draai, dan komt mijn linkerhand die komt omlaag. Die gaat naar mijn rechterteen en mijn rechterhand steekt dan de lucht in. Als we het zo doen, draait je lichaam meer en heb je nog meer aan deze oefening. Doen we nog een keer dus, 15 keer. Nu draai je weer maximaal met het lichaam, dus door de hand die niet naar de voet gaat, naar boven te brengen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en de laatste 15. Heel goed weer. Dat waren de oefeningen staande. We gaan nu zitten. We gaan nog een paar buikspieroefeningen doen. En we beginnen het eerste met de meest standaard buikspieroefening, dat is de sit-up. Dat betekent dat we liggen op de grond, rug op de grond, benen liggen ook op de grond, handen liggen ook op de grond, maar achter je hoofd. Je komt dan met je lichaam naar boven en tikt dan de voeten aan. Daarna kom je weer terug, gaat weer met de rug op de grond en de handen achter je op de grond toe. Dat doen we 15 keer. Probeer daarbij de voeten in elk geval op de grond te houden en niet te zweven met de voeten. Dus we beginnen nu met naar boven komen, tikken de voeten aan en dat 15 keer. Ja. 1 en terug. 2 en terug. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en dan ook weer de laatste 15 en nog even terug. Nou, dat viel toch wel mee, denk ik. We gaan verder. Blijf je weer op de rug liggen. Je mag je handen achter het hoofd houden. Je mag de handen ook naast je lichaam liggen. Wat voor jou het makkelijkste of in elk geval het meest uitdagende is. Net wat je zoekt. Wat we doen is we tillen de voeten een heel klein beetje van de grond. En dan trekken we de knieën naar je toe. De voeten zijn nu van de grond af. De onderbenen staan horizontaal met de grond en de knieën zijn naar mijn buik getrokken. Dan strek je de benen weer uit, maar je komt niet op de grond. Je houdt de benen van de grond af. Als je ze eenmaal weer gestrekt hebt, kom je weer terug met de knieën, trek je weer naar je toe. En dat heet dan een omgekeerde crunch, of een gedeelte daarvan. Nou. Nogmaals, je kan dat doen met de handen achter je hoofd. Of je kan het doen met de handen naast je lichaam, wat je zelf het meest prettige vindt. Zorg bij deze oefening wel dat je probeert de onderrug in de grond te duwen.
Dus probeer niet een holle rug te trekken bij deze oefening, maar de onderrug dus echt op de grond te houden. Lukt dat niet, probeer dan niet je voeten, als je ze uitstrekt, niet zo laag te houden, maar iets hoger te houden. Dan komt de rug vanzelf weer wat makkelijker op de grond toe. Dus we beginnen met de uitgestrekte benen. En dadelijk trekken we de knieën dus op. Hè? En we beginnen nu dus. 1 en terug. 2 en terug. 3 en terug. 4 en 5 en 6 en 7 en 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. De volgende buikspieroefening is dan het scharen met de benen. Je kan dan op de ellebogen rusten als je wil. Als je het zwaarder wil maken, dan doe je dat niet. En je tilt de benen weer van de grond. En op het moment dus dat je ze van de grond hebt, gaat de linkerbeen omhoog, de rechter blijft onder. En als de linkerbeen naar beneden komt, gaat de rechter naar boven. Dus dan maak je eigenlijk een schaarbeweging met je benen. Ik doe hem dus zonder ondersteuning, maar je mag ook gewoon op je ellebogen steunen. Je mag de handen naast je lichaam liggen als je dat prettig vindt. Of achter je hoofd houden als je dat prettig vindt. Probeer ook hierbij de rug zoveel mogelijk in de grond te duwen. Dus geen holle rug. En we beginnen nu. Links, rechts, links, rechts. En 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. We gaan nu op de buik leggen, of liggen. Op de buik gaan we een hoge plank maken. Hoge plank, ik weet niet of die bekend is bij iedereen, maar een hoge plank, dan staan we. Het lichaam staat gestrekt, waarbij je op je tenen staat en op je handen staat. En het is met gestrekte armen. Dus de armen zijn gestrekt, de handen staan onder je schouders. En je probeert je lichaam zo recht te houden als een plank. Daarom heet het een plank. Dus zo recht als een plank. En dan ook dus niet de bips te zeer omhoog, maar ook niet te zeer omlaag. Maar probeer die dus echt recht te houden. Dat betekent dat je je buikspieren daarbij goed moet aanspannen om die kracht te houden, om een mooi recht lichaam te houden daarbij. Dat doen we ook weer 30 seconden. We beginnen met de plank en die 30 seconden starten nu. Dus we staan nu met de handen onder de schouders, als het goed is. We staan op onze tenen. We letten erop dat het lichaam zo recht is als een plank. Spannen daarbij de buikspieren aan en houden die positie vast. We moeten nog 10 seconden. Even vasthouden. Nog 4, 3, 2, 1. En dat was hem alweer. Weer een halve minuut. We doen nog één in de hoge plank. Die is iets zwaarder. We gaan dus dadelijk weer in je hoge plank staan. En dan gaan we onze schouders aantikken. Dus dan ga je met je rechterhand, en dat betekent dat je even dus met één hand in de plank staat. En dan ga je dus met de rechterhand, tik je je linkerschouder aan en dan gaat die hand weer terug naar de vloer. En daarna tik je met je linkerhand de rechterschouder aan. En dat doen we dus ook 15 keer links-rechts. En probeer dus je lichaam daarbij zo stil mogelijk te houden. Ook daarbij is het weer belangrijk dat je je spieren zo goed mogelijk aanspant. Want als je je spieren dus slap houdt, dan gaat jouw lichaam wiebelen. En dat moeten we juist niet hebben. Dit is juist een oefening om de buikspieren en de koorspieren te trainen. En dat doe je dus door proberen je lichaam zo stil mogelijk te houden. We gaan dus in de plank staan. En als we eenmaal in de plank staan en als ik zeg dat we beginnen, dan beginnen we dus eerst met de rechterhand, tikken we de linkerschouder aan en dan doen we die weer gauw terug. Maar probeer daarbij je lichaam dus zo stil mogelijk te houden. En daarna van links naar rechts. Ja? We beginnen nu. Links, rechts.
1, dus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, en dat was er dus al één te veel. Dat is het enthousiasme van mezelf dan weer. Nou, die heb je als bonus. We gaan nu verder met de lage plank. Die is iets lichter voor de schouders. Is eigenlijk hetzelfde als de hoge plank, maar dan steunen we op de ellebogen en niet op de hand. En ook daarbij is de bedoeling dat je je lichaam zo recht mogelijk houdt. Dat betekent je buikspieren en je bilspieren zo goed mogelijk aanspannen. En hoe harder dat je ze aanspant, hoe meer dat je aan deze oefening hebt. Doen we 30 seconden. En probeer in die 30 seconden je spieren maximaal aan te spannen. Maar probeer ook te blijven doorademen. Want vaak heb je dus als je aanspant, dat je vergeet te ademen. Dus maximaal aanspannen en doorademen. We gaan in de lage plank. We proberen hem eerst even. Dus we hebben de ellebogen staan op de grond onder onze schouders. We staan op de tenen weer. En we kijken dat de plank zo recht mogelijk is. Nou, en de tijd begint nu. Dus we staan nou heel stil. Span je spieren aan. Span je buikspieren aan. Span je bilspieren aan. Trek zo hard mogelijk aan die buikspieren. Vergeet niet te ademen. En hou dat vast. Hou dat vast. Buik zo recht, of lichaam zo recht mogelijk. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En dat was weer de halve minuut. Ik hoop dat jullie hem hebben kunnen volhouden. Als je zegt van nou, ik vond het te slapjes. Ik wil er nog meer. Dat kan natuurlijk ook. Dan doe je het voor jezelf en doe je 45 seconden of misschien zelfs wel een minuut. Kijk maar wat je kan en wat je wil. We doen nog één oefening, ook bij de lage plank. Maar nu doen we bij de lage plank, stappen we met de benen naar buiten uit. Dus we staan dadelijk in de lage plank. Dan gaat de rechterbeen, dat maak je een stapje naar buiten en weer naar binnen. Dan doe je met de linkerbeen een stapje naar buiten en weer naar binnen. Ook dat doen we nog 15 keer en dat is de laatste oefening. En daarna doen we nog een paar rekoefeningen. Dus we gaan in de lage plank staan, zoals we dat net ook deden. En vanuit die lage plank gaan we nou dus onze voeten naar buiten bewegen en weer naar binnen. Eerst rechts, naar buiten, naar binnen, links, naar buiten, naar binnen. En 2, 3, 4. Probeer je lichaam stil te houden. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 en de laatste, 15. Nou, als je tot het einde gehaald hebt, fantastisch. Je kan trots zijn op jezelf. We gaan deze oefeningen wat vaker doen nog en probeer daarbij lekker mee te doen, lekker fit te blijven. Dat houdt je ook gezond en je weerstand wordt daardoor ook verhoogd. Dus ook, ja, ik zou zeggen, bijna tegen ziektes en tegen alles is het gewoon goed om een gezond en fit lichaam te hebben. We gaan nou nog even wat rekoefeningen doen. En we beginnen met de cobra. We liggen nou toch op onze buik. En de cobra wil zeggen, als je op de buik ligt, helemaal op de buik ligt, en dan druk je je met de handen naar boven, terwijl je de heup naar beneden drukt. Dus in feite lig je met je benen nog gewoon op het matje. Als het goed is, de heup zo ver mogelijk naar beneden drukken. En je romp druk je zo ver mogelijk naar boven. Als je dat zo doet, dan zou het, als het goed is, voel je dan de rek van je buikspieren. Met name die voel je nu. Dus op het moment dat je in die cobra staat, ik sta er nu al in. Doe ook maar mee als je wil. Dus dan druk je je omhoog. Heup omlaag.
En dan voel je de rek op de buikspieren. Dat houden we even zo vol, want als je wil rekken, moet je niet 2 seconden doen of 10 seconden doen. Dan moet je toch echt wel even iets langer doen, want anders rekt het niet goed. Voel je de rek? Doe maar rustig aan. Oké. De volgende is de child's pose of de mudra, zoals sommigen hem noemen. We staan op handen en knieën. En dan laten we de handen, die zetten we iets verder naar voren toe. Klein beetje naar voren dus. Dus we staan niet onder de schouders, maar iets voor onze schouders. En we laten onze bips zakken naar de voeten toe. Dus op het moment dus dat je nu zakt, dan strekken je armen voor zich, die strekken zich uit. En als je zegt, ik voel geen rek, dan moet je je armen, je handen nog meer naar voren zetten, zodat je een rek gaat voelen. Dus je zakt met je bips helemaal zo ver mogelijk naar achteren toe, tot op je hakken als je dat kan. Als het niet lukt, is ook niet erg. Maar probeer daarbij de rek in je armen en in je borst te voelen. Voel je die niet, zet je handen wat meer naar voren toe. Deze positie houden we ook even vast. Zoek de spanning op, met name voor de handen, voor de armen en voor de borst is dit een goede rekoefening. Oké, dat was die. Dan gaan we weer naar boven. Dan gaan we staan. We gaan staan en nu gaan we nog even onze zijspieren wat rekken. Strek je handen boven je hoofd uit. Hou je handen gewoon vast. Hele kleine lichte spreidstand, benen een beetje uit elkaar. En dan buig je naar links. De armen blijven gestrekt boven je hoofd en je buigt naar links. En dan voel je de rechterkant van je lichaam rekken. Deze gebogen houding houden we even vast. Oké, nu komen we terug met de handen weer naar de midden. En nu buigen we naar rechts. En voel nu de rek in je linkerdeel van je lichaam. Oké. En de laatste die we doen voor vandaag. We gaan in een spreidstand staan. We hebben de handen weer vast. Je houdt je handen vast. En zakt naar beneden. De benen zijn een heel klein beetje gebogen, maar niet te veel. En je zakt met je lichaam naar beneden. Helemaal recht naar voren. Zover als je kan. En dan voel je de rek achter in de kuiten. Als je die rek gevonden hebt, dan ben je diep genoeg. En dan ga je langzaam met je lichaam naar je linkerknie. Je blijft onderaan. En daar voel je ook dat de rek daar toeneemt aan de linkerkant. Nu gaan we weer langzaam via het midden. We blijven beneden met ons lichaam. Gaan we naar de rechterkant. En dat doen we een paar keer op en neer nog. Wat je zelf prettig vindt. Voel even waar de rek zit. Waar je de behoefte hebt om nog verder te rekken. Een beetje meer naar het midden, een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts. Dat is voor iedereen anders. Dus beweeg je lichaam gewoon van links naar rechts. En zoek voor jezelf de rek waarvan je zegt, oh die is prettig. Daar wil ik nog wat meer rek hebben of juist niet. Of wat minder.
Oké. Ik draai nog een paar keer met mijn handen zoals we ook zijn begonnen. In de cirkels. Links en rechts. Even nog alles lekker losgooien. Linksom, rechtsom. Of naar voren en naar achteren. Gewoon even alles nog losgooien. En daarmee hebben we het einde van deze workout weer bereikt. Ik hoop dat jullie er heel veel plezier aan hebben gehad. Ik had er in elk geval wel plezier in. En ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen om ook weer nu weer een hele leuke workout te hebben gehad. En dan zie ik jullie graag terug de volgende keer. Groetjes! Deze workout is nu ten einde. Graag zie ik je bij een volgende workout weer terug. Delen met andere geïnteresseerden wordt gewaardeerd. En als je je abonneert op dit kanaal, blijf je altijd op de hoogte van nieuwe workouts.